tegen 35,6 maal 0,17. En dan ga je krijgen misschien een 6 of 7 RR-list. Ja. Dus RR-list is niet meer, we noemen het mooi woord, personenmeerderheid, winners take all, vlogen allemaal. Nu ga je maar één plaats moeten kleuren. Dat is ook bij in het parlement aangenomen. Dus tegenstem die een biljet voor RR, dan moet je op één plaats wat kleuren. Maar ja, dat is evenredig. En dat is goed. Ik heb al jaren gepleit over evenredig. Want ik geef een ander voorbeeld. Minder heeft de VAP bijvoorbeeld 3536 stemmen behaald. En dat is 40%, 41%. Dat tik allemaal. Ja. Maar in Beekhuizen heeft de NDP 2539 stemmen behaald, de meeste stemmen. NDP grap alle 17. Dat gaat niet meer bestaan. Maar DR is gewoon aan de hand van de RR-leden. Gewoon evenredig, dan krijg je DR. Dus dat gaat geen invloed hebben. Alleen, als een resort in het verleden, dan begrijp ik Allah, die periode zal voorbij. Nou, zijn er wat verrassingen als u dat cijfermatig bekijkt met het nieuwe systeem? Ik heb al, is daar duidelijk dat PL op basis van het nieuwe systeem die zekere 2 zou halen. PL is in een combinatie, als we het zo beluisteren, lijkt het alsof die grote lijst mogelijk door beide partijen zal worden ingevuld. We zullen zien als die 51 plaatsen genoeg zijn voor iedereen die ambitie heeft. Nee. Kijk, ik zeg altijd, ik bepaal niet hoe je de verkiezing moet ingaan. Ik geef ook geen adviezen aan mensen. Wie ben ik om mensen te zeggen? De PL en ABOP, dat is die twee politieke partijen, hebben in 2020 meest strategisch 3 zetels extra behaald. Schrik je niet. 3 zetels. 1 in Kowijnen, 1 in Wanica, 1 in Para. En dat zou die combinatie dus. Maar zonder die combinatie zouden ze eindigen op 8. Omdat PL gewoon in die 1 nog 2 zetels, in plaats van 2 zetels zou krijgen. Dus belangrijk is de invulling van de lijsten. Belangrijk is hoeveel mensen stemmen op jouw partij. Belangrijk is welke kandidaten zet je. Belangrijk is hoe propaganda maken per district. Want geen enkele stem is verloren. Af ten nullassie. Als iemand in Coronie 50 mensen op 100 mensen stemmen voor de VAP, haalt geen zetel, maar heeft een kleine toegevoegde waarde. Ja. Als je in Sipaliwini 503 stemmen behaalt, had de VAP, en je hebt een deel gehoord, dan komt er aan de dan kan ik eens wel 1000 stemmen horen, of 500 stemmen. Dat helpt allemaal om totaal aantal stemmen te verhogen, en dat zal invloed hebben bij de zetelverdeling. Maar de kiesdeler wordt nooit van tevoren bepaald. De kiesdeler is op de dag van de verkiezing op basis van de geldig uitgebracht. Goed uitgebrachte stemmen, en dan gaan we kijken. Oké, maar als je de uitgebrachte stemmen hebt en ik ken van, dan kan ik simpelweg voor je uitrekenen, VAP gaat ongeveer zo'n zetel krijgen. Ja. Die van zoveel krijgen. En nu even een vraag die niet gebaseerd is op statistieken, maar u volgt verkiezingen. U heeft verkiezingsuitslagen ook geanalyseerd na aanpassingsprogramma's en na militaire periode, na een regering waar het financieel moeilijk zat. De huidige regering wordt niet als een van de populairste regeringen gezien. Zware maatregelen, verarming onder het volk. Durft u, en dan nog ook een nieuw systeem, een beetje glazen bol, want het heeft niks met statistieken te maken, maar affiri. Ja. Hoe ziet u de komende verkiezingen tegemoet? Kijk, één uitspraak van mij, wat ik nou word door politiek analist. Ik doe geen uitspraken, maar ik ben vaak op het veld met de mensen van mij, vrienden van mij. Ik ben ook vaker wat gevraagd om wat analyses te geven van de uitslag van de verkiezingen. Ik doe geen peilingen. Dat heeft meneer Kisner dat peiling gedaan. Dat heeft Nikos peiling gedaan. Die peiling bestaat niet meer. Wat ik doe aan de hand van deze cijfermateriaal bekijk ik. Hoe staat de partij daar? Hoe is de mogelijkheid? De VLP heeft heel goed gescoord deze verkiezingen. En iedereen zegt wat. Ik ben gaan analyseren. En mensen vragen me, zelf professor Wenke vraagt me, kunt u meneer Ramadhin nagaan hoeveel niet-Hindustanen op de VAP gestemd hebben?
Ik heb ook op basis van etniciteit de verkiezingsresultaten hier. Ja. Om je een voorbeeld te geven, ga maar één voorbeeld geven. Ik heb op basis van etniciteit geanalyseerd. En dat is, het neemt een beetje tijd, maar in grote lijnen geven, hebben elk van Schalkwijk mij 1000% gelijk gegeven. Dat Ramadhin, dat is een heel goede analyse wat je gemaakt hebt. Hij zegt, ik heb het zelfs nooit gedaan, maar u heeft het gedaan en hij heeft het geanalyseerd om een idee te geven. Ik ga dat even voorbeeld halen. Ja. Dat is goed. Ja, sangue. Oké, een voorbeeld. Ik heb geanalyseerd, mensen kopen dat boek, maar ze lezen niet. Blauwgrond, goed uitgebrachte cijfer, 16.034. Ja. Ik heb voor heel Suriname gedaan hoor, maar niet voor de politieke partij. Sommige partijen heb ik wel gedaan. Maar hoe is u de etniciteit te herleiden? Dat ga ik u nu vertellen. Ja, dat is interessant, want ik blauwgrond, bied gewoon pad. Nee. Blauwgrond, ja. 16.034, goed uitgebrachte cijfer. Dat is een vaststaand feit. Dat is de verkiezingsuitslag, toch? Dat is verkiezingsuitslag. De VAP behaalt 5007, dat is verkiezingsuitslag. VAP krijgt in procenten 35,61%. Als je dat deelt, toch? Is rekenen. 5710 gedeeld door 1600. Dan kom je 35,61% van de stemmen van Blauwgrond is op de VAP gegaan. En weet je hoeveel de Hindustanse populatie in Blauwgrond is? 16%. De Hindustanse populatie in Blauwgrond is, want dan moet ik een ander document nemen van het statistiekbureau. Hoeveel procent van de bevolking in Blauwgrond bestaat, dan analyseer ik op etniciteit. 16%, dus alle Babulal, alle Rampersad, alle Bageludas, alle Ramadins, alle Sharman, alle Santokis zouden stemmen. Zo op etnische basis. Als andere etnische groepen niet op de VAP had gestemd, zou de VAP 16% van zoveel stemmen krijgen. En dat is minder dan de helft. Ja, maar is het, want ik hoor een paar keer in die zin als, en ik wilde weten als u dus op familienaam misschien... Nee. Want om dat te is kijken, kennis, dat is met me. Hoeveel mensen wonen daar? We kennen ook dat ding van het statistiekbureau, want daar amas na Dogla en amas vindt dat niet aan het Dogla. Ik heb die lijst niet meegebracht. Maar is dit wel raadzaam om dit te is, zeggen... Even. Dit is een goede indicatie om... Want, indicatie dus. Ja. Meneer Obama is in de Verenigde Staten van Amerika, ik denk dat 15% van de Amerikaanse bevolking bestaat uit Afro's. Ik denk, daar in de buurt 15-16% in Amerika, aan de door 20%. Hoe zou het mogelijk zijn, Amerika, waar die etniciteit zo zwaar was? In de jaren 60 mochten zwarten de scholen van de blanken die restaurant in mij opgesmoten. Treinen mochten die gaan zitten. Hoe is het gebeurd dat na zoveel jaren, en zelfs meneer Gessel heeft vaker bij Vliet gezegd, meneer Obama gaat geen president worden. Ik heb gezegd nee. Ik heb een keertje iets geschreven, dat meneer Gessel, de tijden veranderen. En ik ga je zeggen, meneer Snow heb ik gevraagd. Meneer Snow, nu heb je lijsten, marons. Ze zeggen, de maandag neem je aan de Bosland Creole marons. Ik heb een slogan gevraagd, statistiekbureau. Hij zegt, wat internationale organisaties zeggen. Maar ons Indianen zeggen meer inheems. Creolen zeggen, maar een deel van de Creolen zeggen meer afro. Je hebt twee kolommen bij het statistiekbureau. Eén van Creolen, maar ik neem ze bij elkaar. En dan komt er eentje van mix. Mix is in Suriname bijna 75.000. Mix is even groot als de totale bevolking van de Javanen hier. En wat heeft meneer Snow me gezegd? De maandag heren, vroeger was het bij Creole gerekend. En wat ik nou put me naar Creole? Want mijn vader is een Hindustan, mijn moeder is een Creole, of mijn vader is een Creole. Ik eet dalbaat en ik wil liever met mijn moeder optrekken. Dan gaan we liever een politieke partij voor mixen, maar dat win Aladdin steekt. Ja, nou weet niet, maar ik kan het zo'n toezetel zeker. Nee, maar interessant. Maar we gaan het hierbij moeten laten. Ik word gewenkt door de regie. Meneer Ramadhin, ik denk dat we
Het is goed, de cijfers. Ik bracht natuurlijk de nuance in van dat het landelijk nu toch wel een ander vibe met zich mee kan brengen. Zeker. Want als meneer Ramadhin op de lijst gaat staan in 2020 zou Paramaribo op hem stemmen. Maar nu kunnen al die vrienden uit Nigeria ook op u stemmen. Dan wordt het een oude bol. Als men mij zou plaatsen op de lijst, en tegen die tijd ben ik bijna 81 jaar. Ik ben 79. Maar dat is een opportuniteit, dat is moeilijk. Maar ik heb het niet gedaan. Ik ben de DC erop en de man zei, ik bel me, ik kom niet op de lijst. Met dat pot me nog. Als ik het niet kapot me. Dat is een grap, maak ik. Mensen kennen me, komen, ik heb daar gewerkt. Ik heb onderzoekers gedaan. Ik heb Koreanen kennen, maar ook vrienden daar. Dus, wil je succes boeken? Zet er maar in op de lijst. No. Zet mensen die goed overkomen. Ja, want mensen als, die, want als u dat hier zegt, u weet hoe de politiek werkt. Dan ben ik hier. Tamara, ik klaar. Maar ik ben gepensioneerd. Dat is me klaar. Dat zei man. No man zegt me. Wanneer ik schrijf, maak ik mijn analyse. En ik word nooit beïnvloed door iemand. Ja. En het moment dat ik hier één cijfer zou manipuleren, dat heb ik van mijn docenten geleerd. Wetenschappers gezegd, als je één keer gaat manipuleren, ben je hele carrière, schrijverscarrière naar de man. En ik analyseer dingen op zodanige basis dat men ook niet kan, een fout kan vinden. Dus ik heb een paar cijferfout al gezien, kleine. Maar ik blijf corrigeren. Ja. Dank u wel, meneer Hardeo Ramadhin, voor het werk. Maar ook voor de cijfers, de analyses. En interessant zal zijn de reactie. Maar ook mogelijk de stappen die politieke partijen zullen zetten op basis van de analyses. We gaan eruit voor deze aflevering van het programma To The Point. Cijfers aan de ene kant, die stemming aan de andere kant. Maar ook de boodschap. We moeten misschien een keer gaan leren in Suriname om te stemmen op basis van het programma dat politieke partijen ons presenteren. Niet alleen die show op het podium, niet alleen de beloftes. We moeten echt wel, en zeker ook track record van mensen. Analyseer wat de persoon in zijn privé heeft kunnen neerzetten. Analyseer wat de leider heeft kunnen neerzetten in het klein groepje. Misschien in de stichtingen waar die leiding heeft gegeven, of de bedrijven. Natuurlijk moet de nieuwe ook de kans krijgen. Maar gaat u ervan uit dat wat we in het verleden hebben gedaan door te stemmen op populaire mensen, mensen die kunnen dansen, mensen die kunnen zingen, etc. Het heeft ons tot nu toe niks gebracht. Ik hoop dat dit de verkiezing met een landelijk karakter, althans het landelijk EV-systeem. Ik hoop ook dat voor het eerst wij zien dat massaal wij stemmen op partijprogramma's en de ontwikkelingsvisie voor het land. We gaan eruit voor deze aflevering van het programma To The Point. Goedenavond.